rekmester van Artsen Scooi TV. Dit is een deel met een heel klein testje, of nou, een heel klein testje, wel een interessant testje. Er was een vraag over of een trikkeltoren nou, dus een trikkeltoren, niet een bakje sjouw, een trikkeltoren, of die nou geventileerd moet zijn, hè, of die openingen moet hebben. Wat beter werkt, is hij geventileerd beter, dus met sleuven, of is het beter om hem gewoon, of is er verschil als hij gewoon helemaal dicht is? Hè? Dat zie je natuurlijk vaak, dat de kunststof bakkieshowers, trickletowers, dat zeg ik zelf een keer, geen ventilatie hebben. En is daar een verschil in? Nou, dat is leuk om te testen. Ik heb hier natuurlijk een hele mooie opstelling met een trickletower. Die loopt alweer hartstikke goed. En ik ben benieuwd natuurlijk. Hè, dan moeten we natuurlijk eerst de basiswaarde hebben. Dus ik heb een open trikkeltoren. 12.000 liter per uur gaat er overheen. Het is een systeem van een meter, bijna een meter lang. 35-40. Zit alleen maar de Midori in Mikado stijl. De beste stijl. Ja, hij is dus geventileerd. Dus wat ik ga doen. Ik ga eerst het water meten in de vijver. En ik kan dit filmpje kan ik natuurlijk niet in 2 dagen opnemen. Want ik wil wel de waardes die ik nu heb. We gaan verschil proberen te meten. En als je dan nu vandaag de geventileerde toren doet. En over een paar uur pas de ingepakte versie. Dan gaat het niet. Dus... We gaan het nu meten, dus ik meet eerst. Oh ja, ik heb een nieuwe. Nou, hij is echt spiksplinternieuw. De nieuwe Milwaukee zuurstofmeter, vernieuwd model. Een stukje kleiner, wat handzamer, ligt goed in de hand. Stabieler dan zijn bleke versie, zeg maar, de grijzige versie. Stabieler, accurater, mooi voor de rest. Ja, qua hoe je het moet behandelen, werken, hetzelfde. Maar qua kalibreren wat stabieler. Mooie ProBook. Dus ja, ook ik ga er wel nieuw mee met de nieuwste ontwikkelingen. Dus ik heb ook de Black Line van Milwaukee. Nou, dus dan ga ik eerst meten wat het zuurstofgehalte is in de bak. Nou, ik laat de probe daar wel eventjes in hangen. Ik heb hem natuurlijk al gekalibreerd en hij staat al zeker een half uur aan. Dus hij is nu helemaal stabiel. En dan gaat hij meten. Hij is nu op 8.1. We gaan even kijken wat 8.7. Dus hij gaat nog alle kanten op. Laat hem nog heel even zo. Laat hem gaan. Laat ik hem niet op het randje leggen, want hij is zelf niet waterdicht. Dus wat ik meet is eerste vijver. Dan hebben we de basis. En dat doe ik natuurlijk straks met het inpakken. Kijk ik weer. Wat is de zuurstofgehalte in de vijver? Want we moeten gewoon kijken wat het percentueel. De bacteriën verbruiken ten opzichte van het water wat erin zit. Hè? Dus het water wat eruit komt. Dat zou, als het goed is, dat hebben we in andere afleveringen kunnen zien, lager moeten zijn qua zuurstofgehalte. Want ja, de bacteriën die gebruiken de zuurstof om de voeding om te zetten, om ammoniak om te zetten. Dus die gaan we. Dus dat verschil kunnen we meten. Stel nou dat er 2% verschil tussen de bak, vijver en de uitstroom. Dan ben ik benieuwd wat er gebeurt als je zo'n ding dus niet lucht toelaat. Dus wel natuurlijk het water wat erin komt, daar komt natuurlijk zuurstofrijk water komt er naar binnen. Maar geen gasuitwisseling voor de rest, denk ik. Gaan we erin doen. Ik ben heel benieuwd. Dat. Ik ga natuurlijk ook meten, dat gaan we zo direct natuurlijk eerst de vijver doen, ammoniak. En de nitriet gaan we meten. En we gaan de ammoniak meten van het uitgaande water van nu. He, dus gaan we kijken wat doet hij. Wat is het verschil tussen het vijverwater en het uitkomende water.
is de ammoniak juist hoger uit de toren? Of is de nitriet juist hoger uit de toren? Dat zou kunnen met een trikkeltoren. Dat ga ik kijken. En dat ga ik precies zo doen met een ingepakt model. Hetzelfde model, hetzelfde hier, die hier zo staat. Dat is gewoon deze. Alleen ga ik hem inpakken. En dan gaan we kijken wat er dan gebeurt. Hij staat nu op 8.3. Nou, hij is nog even bezig. Hij is nog aan het... Ik zal hem eventjes... Dat ik dat ook bij de andere doe. Straks. Kijken. Zo. Ik laat hem heel even gaan. En het is natuurlijk niet zo dat als wat er ook zo direct uitkomt, dat je meteen of juist gaten in je trikkel moet gaan boren, of juist hem helemaal moet gaan inpakken. Maar het is leuk om zoiets te meten. Want ja, meten is weten. En dan hoe kun je dat niet op zomaar een uitspraak... kun je dat niet zomaar zeggen. Nou, dat is beter of dit is beter. Nee, gaan het meten. Nou, het volgende beeld. Even tijd tussen gezeten tussen het beginpraatje. En nu, er kwam net een meneer zijn vis ophalen. Die komen hier uit, dus ja, dan ben ik daar even bezig. En ik wil dat als we het meten, dat er precies, een paar minuten tussen de ene meting en de andere meting in zit. In plaats van dat ik er een uur tussen heb zitten, want dan heb je, ja, dan kun je scheve uitkomsten krijgen, een foute uitkomst. Het water, hoe heet dat, zuurstof. Gehalte in de vijver is 8.5. Ja, 8.5. Nou, ik ga meteen daar meten. Okay. En dan neem ik jullie mee naar de meter. Om te zien wat de waarde is. 8.2. Staat op 8.5. Dus het zuurstofgehalte uit de trikkel is lager dan het water. Het zuurstofgehalte in de vijver. En dat klopt natuurlijk, want die bacteriën die hierin zitten, die hebben 8.2. Die hebben natuurlijk zuurstof nodig. En je zou zeggen, nou, dat regent toch en dan krijg je heel veel zuurstofuitwisseling. Nou, dat is iets niet een waarde waarvan ik nou denk, hoe kan dat nou? Nee, dat klopt. Dat heb je ook in andere films gezien. 8.2. In de hoop dat die het scherp stelt en dat je het kunt zien. 8.2. Oké, dat is het verschil. En dus hij is 0,3 gedaald. Oké, dan gaan we. Nou, de zuurstof hebben we net gemeten. Nu gaan we in eerste instantie de nitriet doen, dan de ammoniak. Die duurt nou eenmaal wat langer, de nitriet. Vandaar dat die dat gaan doen. Ik had hem al een keer getest en toen kwam er weer, er kwam er een klant binnen. En dat is natuurlijk, je kan ook hier weer niet. Ik wil wel precies meten wat het nu is en dat het daar nu is. Dan dat je een uur ertussen, want als daar een voerbeurt tussen zit, voermachine is afgegaan, heb je weer een hele andere waarde. Dus ik zorg nu dat de voermachine is leeg. Die heb ik nog niet gevuld. Voor de rest nog niks gedaan. Dus nu deze. Oh. 10 milliliter. Goed schoonmaken, droog maken. Zo.
die hierin om hem aan te doen. En dan één keer in te drukken, dan gaat hij een nulmeting maken. Dan ga ik de nieuwe verpakking. He, er zitten, dit apparaatje is ook vrij nieuw, maar er zitten 8 of 10 zakjes bij. En de hervulling zijn 25 zakjes. Die zijn net nieuw. Dus dan is dat ook meteen helemaal goed. Knip deze alvast door. Kijk zo af en toe over de camera heen om te kijken of er niet iemand op me staat te wachten. Zo. Deze kan heel even hier liggen. Hij staat nu al van, nou, wil je alsjeblieft de tweede cuvette erin doen? Nou, dat kan gewoon de eerste zijn, maar dat je wel eventjes de poeder erbij doet. Zo. Niet te hard schudden. En dan hierin. En de beschermfolie eraf aan. En dan inhouden. Ja, dan gaat hij aflopen. 6 minuten. Dus deze zet ik heel eventjes hier neer. En dan pak ik de ammoniak. Versie. Helemaal goed. Ook die goed droog maken. Moet ik nog steeds een keer een doek voor regelen. Zo. Aan. 1 keer indrukken. En dan gaat hij ook weer zijn nulmeting doen. Dan pak ik alvast de flesjes. Dit is ook een nieuwe Hanameter. En daar zitten ook natuurlijk de standaard hoeveelheid. Druppeltjes bij. Dit zit meer in dan de Regentia van de nitriet. Dus daar kun je wat langer mee doen. Nou, die vraagt nu C2, cuvette 2. Open. 1, 2, 3, 4. Vorige week was die 0.000. Ik ben wat meer gaan voeren. De temperatuur is hier behoorlijk. Die is, die is 18.9. Dus dat gaat, hij loopt lekker op. Het zonnetje schaat erop. De verwarming staat aan. Inhouden. En dan moet deze 3 minuut 30. En deze moet 3 minuut 50. Dus dat is helemaal mooi. Dan doen we deze eventjes hier. En dan zet ik de camera er zo op. Dan gaan we die even afwachten. 3, 2, 1.
De ammonia. En die meet ik natuurlijk straks terug, maar het gaat hier eventjes om het verschil. 0,04 op de display, hè, dat maakt daar niet zoveel uit. 0,04 is de vijver en de nitriet die gaat over 10 seconden. 7, 6, 5, 2, 1, 0. Ook meten. 16. Oeh, die is ook alweer gezakt. Dus 0,4, 0,04 en 16. Nou, dan gaan we nu de toren testen. Topwaarde, al zeg ik het zelf. Helemaal goed. Ik ga nu het water uit de trikkel pakken. Dat pak ik daar gewoon meteen uit. Dan kunnen we meteen meten. Ik ben heel benieuwd. Eerst even omspoelen. Zo. Zo. Deze weer dicht. Ik zal hem even hier zetten. Kunnen hem zien. Zo. Droog maken natuurlijk. Zo. Ammonia is 0,00, dat was in de vijver 0,04, dus dat is mooi dat die lager is, dat klopt dan ook. En de nitriet is, dat is ook mooi hè, of mooi, is ook wat, die is 19. Nou, dat is te verklaren, je ziet dat de trikkel op dit moment dus beter in zijn ammoniak verwerken is. Of ammonia verwerken is. Dus hij brengt het naar die 0,00 in plaats van 0,04. Waardoor je een hogere nitriet daaruit krijgt. Dat is bij mijn bakkieshower anders. Daar gaat het dit filmpje nu niet over. Daar is het juist andersom. Dan blijft mijn ammonia eigenlijk gelijk. Terwijl, ietsjes lager, maar de nitriet gaat daaruit. Dus dat is nu de stand van de normale opstelling. Dus met ventilatiesleuven, gewoon ventilatie in de bak. Nou gaan we het meten als ik hem helemaal ingepakt heb. Nou, ik heb hier spanfolie of krimfolie, hoe je het wil noemen. En dan gaan we gewoon de toren mee... inpakken in de hoop dat ik dat ga redden. Nou, de toren zit ingepakt. He, die is nu een hele dichte toren geworden. De klep zit er natuurlijk op. Op de bakkieshower zit geen klep. Die heb ik eraf gehaald. Maar omdat er tussen het meten van de zuurstof, dat die nog vrij was. Daar zit wel met het filmen en alles erbij een uur, anderhalf uur tussen. Dus wat ik dan doe is nu nog een keer het zuurstof in de bak meten. Nou, dan hij moet eventjes nog, ik heb hem net weer aangedaan, dan moet hij
Even nadenken. Ja, daar komt hij aan. Die is ook ietsjes hoger. 8,9. 8,8, 8,9, 8,8, 8,8. Dus die zit te twijfelen. Ik zit te denken, is hij dan echt veel hoger of was hij al... Nee, 8,8, 8,9. Dus 8,89 is het ongeveer, want hij zit daartussen te doen. Nu gaan we hem daar weer in meten. Kijken wat er gebeurt. Tot mijn stomme verbazing is die 8,8, 8,9. Daar zit hij ook tussen de schommel. Ik zit hem een beetje omhoog aan, want anders dan valt hij straks de zonde eruit. Dat zou zonde zijn. 8,8, 8,9. Ik weet niet of je hem net zag. Dus hij zit ook weer hoog in die 8,8. Dat is natuurlijk... Had ik niet verwacht. Ik had niet verwacht dat hij een dichte... Ik weet niet of dit nou goed is of dat nou, ik denk, nou ja, we gaan het zien. Dus ik zie dat het zuurstof verloopt en het is niet zo dat dit nu opeens uur hierop zit. En meteen na het inpakken ben ik dit ding aan het doen. 8,8, 8,9. Hij blijft maar 8,8, 8,9. Dat was hij net in het water ook. Oké, dat is die. Dan ben ik wel heel benieuwd. En we weten... We weten de waarde in de vijver. Nou, dat is dus nu 10 minuten geleden. Dus die ga ik niet nog een keer meten. Die waarde weten we. Die was 0,04 en 16. Zag je me denken? Even mijn ogen dicht. 0,04 en 16. En daarnet was die uitkomend 0,00 en 19. Ik ben heel benieuwd. Ik zal ze eerst even doorspoelen. Hij blijft op die 8,8 zitten. Zo. Alle twee. Oh. Erop. Nou, hoor ik jullie denken, ja, dit is een momentopname. Nu heb je dit erop en dan is dat het. Nee, na dit filmpje. We laten dit sowieso een week zo zitten. Ik denk dat ik heel veel mensen die hier komen moet uitleggen. Wat ben je aan het doen? Wel benieuwd. Ik wil dat wel verder meten. Eerst nitriet. Erin. Meting. Helemaal goed. Deze. 8,8. Mijn hypothese had geweest, mijn verwachting had geweest, er komt minder zuurstof bij, minder lucht bij, dus het verval wordt groter, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hij gaat nu, ik moet hem nu erin doen. Zo. Het is best mooi zo. Zo. Inhouden, 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 inhouden. En dan gaat die lopen 6 minuten. Die zet ik alvast hier neer. En dan pak ik de volgende erin. Eén keer indrukken. Die is nu aan het rekenen. Pak ik A. Er is nog niemand anders in de winkel. Is nu inmiddels ook naast. Soms.
soms dan zie je dat hij nog, hij moet nog, ja. Dan duurt het langer, dan duurt zo'n nulmeting duurt langer. Is 0,02 en die was 0,00 toen die bij de andere toren. Dus deze is nu, ja, 0, je zou zeggen 0,02 of 0,04 is niet zoveel verschil, maar dat is 50% minder als ik dat goed zeg. Misschien dat de rekenwonders, maar ja, volgens mij is dat de helft van wat het is. Van wat die andere was. Dus hij breekt minder ammonia af. En daardoor ben ik benieuwd wat de nitrie doet. Nog 9 seconden. Oh, weer loop ik tegen de dinges aan. Hallo. 25. Nou jongens. Nou, wat een verschil, wat een verschil. Hierin 0,04 en 16. Met een open trikkeltoren, dezelfde doorstroomsnelheid, alles is voor de rest hetzelfde. Zit ik op 0,00 ammoniak. En nitriet was dus iets gestegen, omdat die ammoniak wordt omgezet. En de nitriet dus blijkbaar in de trikkel nog niet lekker werkt. Zit ik op 19. Dus die is 3 punten omhoog gegaan. Pak ik hem in. Dan valt me op dat het zuurstofverschil in het water niet optreedt op dit moment. Dus het is precies hetzelfde. Het water hierin en het water in wat uit de filter komt is hetzelfde. Maar ik heb op mijn meters in plaats van 0,00 heb ik 0,02. Dus dat is een, ja, hoe noem je dat, verdubbeld. Nou, die zit precies ertussenin. Maar de nitriet is van 16 naar 25 gegaan in plaats van 19. Dus dat is echt wel een verhoging. Echt een behoorlijke verhoging. Dus er is een groot verschil. Nou ga ik. Dus dan, dat verklaart ook waarom die bacteriën. Die willen dus. Dat verklaart ook dat er minder uit dat filter komt. Dus er. Dat zuurstofverschil is er niet. Dat komt omdat de bacteriën minder hun werk doen. Ik denk dat dat het is. Maar voor de mensen denken, ja, hoe kun je dat nou tussen de metingen binnen 20 minuten, hoe kun je dat nou uitgevogeld hebben allemaal? Hoe, daar kun je toch niet van op aan? Ik weet dat onderzoek heel lang duurt, weet ik uit ervaring. Maar dit is wel alvast een begin en echt een heel duidelijk begin in van zo'n stukje folie wat, ja, ervoor zorgt dat er toch minder ventilatie is, zie je een heel ander resultaat. Ik laat het erop. Volgende week donderdag, dan heeft het een week gedraaid. Volgende week donderdag gaan we het weer doen. Ga ik hem nog een keer meten. Meet ik hem dus eerst als hij zo dicht is. Dan haal ik het eraf. Dan meet ik het ook weer in dezelfde tempo als we vandaag hebben gedaan. Meet ik als die eraf is.
En dan meten we een week daarna weer een keertje of er weer een verandering is in een geventileerd systeem wat al wat langer weer vrij is. Dus dan hebben we eigenlijk alle kanten gehad. Maar dit filmpje, dus het worden drie delen. Deze heb je alvast in de pocket. En ja, hier misschien nog wel heel gespreksstof voor in de appgroep of op het forum of waar dan ook, op Facebook. Helemaal leuk. Bedankt voor het kijken. Abonneer je als je nog niet geabonneerd bent. En like hem als je het leuk vond. En ik hoop tot morgenavond tijdens de live uitzending Nederlands en Engels achter elkaar. Morgen van 8 tot 10. Helemaal te gek. Hoi, doei.